Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Kort Door de Bocht. Mijn naam is Sam en vandaag gaan we op wat met niemand minder dan Shahid Sharaf. In de serie Kort Door de Bocht neem ik het wederom op tegen verschillende YouTubers, maar ditmaal op de kartbaan. Naast de vrije training kwalificatie neem ik het tegen ze op in een race van maar liefst 10 ronden, nadat we ze uiteraard beter hebben leren kennen in de auto. Zo. Meneer Shahid. Goedemorgen. Goeiedag. Goedemorgen. Hoe is het nou? Ja, met mij goed. Ja, met mij ook. Ik wilde eigenlijk aan jou vragen. Oh, nou, met mij gaat het goed, ja, zoals ik uitzie. Je bent druk, hè? Ik ben heel druk. Heel druk. Ik vind het zo bizar dat ik leerde jou 2,5 jaar geleden kennen. 600 volgers, volgens mij. 600 volgers, inderdaad. Toen gingen we dat tripje doen, toen ik nog de Focus Rest had met... Toen had jij net je performante en toen gingen we op de postbank gingen een stukje rijden. Postbank, ja. Geweldig. Toen begon jij net met... Ja, met Insta. Met Insta en met... Jij tagde me een keer, ging in één keer vervolgens omhoog en heerlijk, daardoor hoor. Was het een beetje het Instagram begonnen, zeg maar. Los van natuurlijk het influencer voor zover dat de positieve woord is, doe je natuurlijk eigenlijk heel veel andere dingen. Ja. En wat is dan toch de reden geweest dat jij hier eigenlijk mee aan de slag bent gegaan? Want het is niet... Ja, het is heel spontaan eigenlijk gebeurd. Heel veel mensen kennen het verhaal al, alleen ja... Een werknemer van mij die op de marketing en inkoop zat samen met mij, die, ik had dan die performant dat ik gekocht. En een half jaar later zei van, joh, al die gasten met dikke auto's, die hebben zo'n Instagram account. Ik zei, ja, maar ik hoef niet in beeld hoor. Ik maak wel een accountje voor je aan. Nou, top. Het duurde eerst een paar maanden voordat ik Dutch performanten goed kon schrijven, zeg maar. Ja, hij had die naam ook verzonnen, dus... Ik denk, nou, prima toch? Waar is die autopassie ooit vandaan gekomen? Of is het gewoon dat je dacht van dat... Ik had helemaal, kijk, heel veel mensen denken dat die Dutch Performant echt een autokanaal. Ja. Maar joh, ik heb helemaal geen verstand van auto. Nee. Ik weet niet eens hoeveel in velgen eronder zitten. Nee. Zeg maar. En, ik weet dat het een V10 is, liters weet ik niet eens. Maar, serieus? Maar, ja, nee, echt niet. Dus, maar wat is dan de reden dat je dacht op een gegeven moment van, weet je, ik heb echt mijn best gedaan en er moet een dikke auto komen. Nou, ik had al een Panamera. Ja. Hè? Ik heb eerst een oude model, nu wat nieuwe model, zeg maar. Nou, die heb ik inmiddels ook al 5 jaar. Met die auto, hè, mensen die vroegen aan mij, vind je het leuk om met een trippie te rijden, mee te rijden? Ja. En ik zei, ja prima. Ik zei, maar kan dat wel met zo'n Panamera? Ja, Schotland is wel te doen. Nee, dus toen zeiden we in de groep, joh. Ilko, let's go. Maar eigenlijk moeten wij ook zo naar. Dus op een gegeven moment, ja, al die mensen van die auto's, die hebben allemaal contact. Ja, je moet daarheen gaan. Oh, ja. Neem je wel mee, ik introduceer je wel. Maar iedereen denkt van, ja, weet je, het is altijd als je zo'n tripje meegaat, is het heet, weet je. Dan ga je en dan kom je thuis en dan gebeurt het niet meer, weet je. Nee, dus nee. Gewoon een impuls, weet je. Ja, ik ga het ook doen. Ja, altijd bla bla bla. Ja. Dus toen zei ik en Ilko, ik doe alles samen met Ilko Kalsbeek, doe ik echt alles mee. Alles wat ik verdien op YouTube of deel ik allemaal met hem. Dus al heb ik een samenwerking met mijn Lions, krijgt hij ook 50% van alles. Vastgoed doen we alles 50-50. Zo is dat langer houdbaar, snap je? Dan op een gegeven moment als ik nu niet, kijk nu ben ik niet op de zaak aan het werk, weet je, dan hij wel. Maar ja, dan krijg je op een gegeven moment afgunst en... zij er druk mee en dan doe ik andere dingen. Ja, dat werkt niet. En toen dacht ik, zei ook joh, laten we gewoon voor 150k budget een Ferrari kopen. En dan kopen we er twee. Hij eentje, ik eentje. Oh, en toen belde in één keer Bart. Die had mij gekoppeld aan Lamborghini, aan, hoe heet die jongen ook alweer? In ieder geval Lamborghini. Die belde me op. Hij zei, ik hoorde van Bart dat jullie op zoek zijn naar een supercar. Hij zei, ik heb nu een Performante staan, maar zo'n grijze was dat. Ja. Yeah. Gelijk een lekker band trouwens mee gereden toen ik hem daar vroeg. Top. Dat was top. Maar hij zegt, kom hierheen en dan gaan we even in Leus even circuit rijden. Ik zei, nou, let's go. Dus op een gegeven moment, wij gaan rijden en ik zeg, ik dacht, what the fuck? En dan stond hij nog op sport. Hij zei, ja, we hebben ook Corsa, maar doen we een stukje verder. Hij zei, Corsa. Ja, nou, what the fuck, jongen. Echt die beleving. Niet normaal. Ja, dat is zo bizar. En het was net of je echt in een grote kart ging zitten en gaan. Ja, dat was ongelooflijk. Het geluid, de wegligging. Ja, dit was... De beleving is gewoon... Ja, niet normaal. Niet normaal. Maar je bent dus best wel lekker bezig op social media. Je hebt een zaak die best wel lekker bezig. Je bent vastgoed, ben je lekker bezig. Wat is nu, als jij op je lijstje kijkt, of als we het hebben over goede voornemens, doelen... Wat is dan het eerste wat in je naar boven komt? Is er nog iets wat je denkt van, dat wil ik bereiken? Ja, gewoon meer vastgoed. Dat is wel echt je doel.
En gewoon een goede opvoeding voor je kinderen, je vrouw. Gewoon, dat is mijn fundering. Zeg maar. Ja. Het succes wat ik heb, heb ik niet door Insta, door hard werken, maar ook echt wel door mijn vrouw, zeg maar. Die, ja. Ja, die staat gewoon goed achter me, weet je. Ik ben veel weg, weet je. Die doet de kinderen voor 100%, zeg maar. Natuurlijk ben ik ook veel met die kinderen. Alleen ja, zij is wel echt dag in, dag uit, fulltime daarmee bezig, snap je. Ja. Dat is lastiger als een paar ondernemingen runnen, snap je. Dus, ja. Maar wat is jouw het idee van dit programma, zeg maar, wat jij maakt? Ja, wat we dus gaan doen, we gaan het opnemen tegen verschillende YouTubers, bekende mensen. Mensen die iets met auto's doen, hebben. Ja. En vorige week heb ik het opgenomen tegen Mike Dekker. En die reed een 1 minuut 14 op de kartbaan. Nou, dan gaan we dus net als de... Maar voor of achteraan? Hé, hey, dit is de eerste keer. Dit is de eerste keer. Ah, je moet tanken nu. Ja. Nee, dus we gaan het opnemen tegen elkaar op de kartbaan. Ja, 1.14. 1.14 is momenteel Mike's time to beat. Ik reed toen een 1.10, dus we gaan kijken of ik mezelf kan verbeteren. En of jij mij kan verslaan. Oké. Okay. Denk je dat je Mike gaat verslaan? Nou, ik weet niet. Ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Ik hoop het wel. Je hebt gewoon een eigen kaart gehad. Mijn motoriek is best wel goed, zeg maar. Dus ik ben zo benieuwd. Zullen we maar gewoon lekker gaan doen? Let's go. Ga lekker karten. Dank je. Right, jongen. Ja, nu gaat het echte werk beginnen. Heb je er zin in nog niet? Ik wel. Ben jij er klaar voor? Nee. Nee? Nee. Ik heb in ieder geval alvast een snelle paardje schoenen. Oh. Dus, maar waarom, is er alvast maar waarom kijk je daarna? Zijn het dezelfde? Nou, dat zijn niet dezelfde. Nee, dat is wel ergens voorkeur aan. Ja, dat wil ik zeggen. Een mooi kaartje erbij. Mooi kaartje erbij, inderdaad. Ik wens je heel veel plezier met het nieuwe paar Blackstone sneakers en veel succes met de race. Het zijn geen race schoenen, maar ze zijn wel net zo snel. Oei. Kijk eens. Oh. Hey, goeie smaak, man. Ja? Ik zei van, zoek zelf maar uit, maar dit is top. Deze ik denk, je past wel mee. Dit is maat 43? Ja. Hoppakee. En racepak dan, want ik ga meestal altijd gewoon zo, maar... Ja, nee hoor. Het gaat nu natuurlijk om de kleine tiendes, hè? Ja, het is niet meer dat het om secondes gaat. Ik heb wel dus mijn eigen helm. Heb ik eigen mee. Helm, ik heb mijn eigen helm mee. Hè. Kijk, dus dit kan eigenlijk niet meer, want dit is natuurlijk... Ik vind het serieus mooie schoenen, man. Ja, dat is goed. Leuk, man. Thanks. Dit is niet aerodynamisch genoeg. Dus we hebben hier al een paar mooie racepakken. Jij bent een XS? Dat is een LS. Zo, hey. Strak hoor. Netjes toch? Denk het wel. Zo meteen afdansen. Ja. De vorige keer reed ik voor zover ik nog kan herinneren, een 1.10 om en nabij. Ik zag net al tijden staan van de 1.8, dus ik was ook niet heel erg snel. 1.10 reed jij? Ik reed een 1.10 om en nabij, ja. Ik zie daar net al een 1.8 staan. En de karts zijn gematcht. Ja. Ja, dat is wel eerlijk. Dat is ja. Anders ga je veel sneller als ik of ik als jou, dus dat is niet eerlijk. Mike reed een 1.14 in het begin. Nou, dan reed hij achteruit. Ja, met handrem. Handrem. Ja. Het is wel een leuk baantje. Ik heb hier al eens gereden. Dit is echt top. De langste indoor kartbaan van Europa. Ja, hoogteverschil. Ja, alles een beetje. Je hebt natuurlijk lange stukken die helemaal vol gas gaan. Maar sommigen misschien denken dat ze niet. Dat kan. En wat gaan we doen? Hoe vaak? Wat gaan we, wat is het plan? Gaan we gewoon instappen en het plan is, ja, nou, dat is ook goed. Ja. Het plan is om zometeen 10 minuten een paar rondjes te rijden. Dan ga je een beetje aan de kart wennen, aan de baan wennen. Ja. En dan komt er natuurlijk een snelste tijd uit. Ja. Snelste tijd is competitief met de tijd van Mike. Dus je bent sneller of langzamer dan Mike. Ja. En dan daarvoor gaan we kijken of we verschil nodig hebben om het een leuke race te maken. Okay. Dus het is dan 1 iemand op 1 en 1 iemand op 2. En dan misschien met verschil en misschien met zonder verschil. Zonder verschil. Oké, nou, ik zou voor? Zeggen, ja, ik ben helemaal klaar. Mooi, let's go. Klaar voor. Thank you.
Dit wordt nog serieus spannend, denk ik, zeg. Ik moest er op een gegeven moment echt voor gaan zitten, want ik zag iedere keer 1.10, toen reed hij een 1.10.07, toen reed ik een 1.10.07, maar uiteindelijk onder de 10. Applaus, hè. Voor mij heeft Shaita niet gehaald, dus... Hè? Fuck! Zo! Ah. Nou, we zijn wel aan elkaar gewaagd, of niet? Nee, niet normaal. Hey. Ik zeg net nog van, nou, volgens mij ben ik de enige met een 1.9. Jij hebt ook gewoon een 1.9 gereden. Maar ben jij sneller? Nee. Ja! Ja, kijk maar. Oh, fors ook. Fors ook. Hey, 0,2. 2 tiende. Ah. Maar dat is mijn eer. En ik heb zelfs 17 rondjes, jij 16 maar. Ja, dat ik heb gewoon veel. Een keer gelapt. Ja. Hey, maar wat denk je? Want we gaan nu, ga ik op 1 waarschijnlijk dan? Ja, jij op 1. En jij op 2? Ja. En dan kijk, dan hou ik nog wel 10 minuten vol hoor. Iemand achter mij. Ik hou er vol. Iemand achter mij. Nou ja, alleen inhalen is net, moeilijk. Ik zag net iets wat jij daar al deed, dat kan ik ook doen, hè? Ja, dat klopt. Ik denk, ik moest het doen. Ik denk, bam! Oh, hij laat mij er hier voorbij. Ik denk, ja hoor, let op, daar komt hij. Dus 1 punt. Eerste punt, ja hoor. Bam. Ja, maar ik was ook heel snel op zich. Ik kwam heel snel achter jou. Dus. Jij denkt dat hij gaat winnen, maar als je kart staat op 5 km per uur. Wat op een grenzen gezet. Ja, echt, hè? Ben je klaar voor? Heb je wat op een grenzen gezet? Nee, nog niet. Nog niet. Oké. Succes, maat. Zet hem op, hè? Omdat hij zo vernederd is, gaat hij nu gewoon in zijn eentje gaat hij gewoon rijden om proberen mijn tijd in te halen. Maar ja, het gaat niet, Sam. Het gaat niet. Het is maar één de winnaar. Accepteer het ook een keer. Goh, bots je daar weer tegenaan. Hij weet het gewoon niet meer. Ik denk dat het door de schoentjes komt. Hij had ook deze moeten pakken. Accepteer het gewoon. Ja? Of wij nog een keer een rondje rijden? Nee, graag niet. Helaas. Volgens mij zit je aan de verkeerde plek, maat. Jawel, hè? Ja. Dit is een beetje hoe ik het voor me had gezien vanochtend. Ja. Gewoon in zijn programma kan er maar één de winnaar zijn. Oh, maar hoeveel was het nou uiteindelijk? Ik heb de... 500ste. Jij had 6? No, ik had 6 en jij 9, dus 4. 3. Ja, klopt. Ja. Dus. Ja, dus gewoon een verdiende winnaar. Lekker man, dus time to beat. Ja, is nu een 1-9. Wanneer gaan we weer? Eigenlijk moet je op je hoogtepunt stoppen. Nee, ik heb gelukkig nog 3 afleveringen oefenen en dan mag je terugkomen. Top, gaan we dat doen. Dus time to beat, is Shahid jongens. Maar jij komt hier al vaker? Nee. Oh, jij hebt net een heel uur hier gereden. Ja, dat klopt. Jij hebt een heel uur ter voorbereiding gereden zonder het te zeggen. Oh, wat een mooie baan dit. Ja. Mooiste baan, grootste baan van Europa. Lekker jongens. Ik hoop dat jullie het een hele leuke video vonden. Vergeet natuurlijk niet te liken, vergeet niet te abonneren. Volg Shahid op Instagram, YouTube, wat je allemaal aan het doen bent tegenwoordig. Nou, van alles doe ik. Dus, niet aan het werk. Heel hard aan het werk. Laat in de reacties weten wie jullie in de volgende aflevering willen zien. En dan zien we jullie weer heel erg snel. Hasselen. Ciao.